Op 5 september was het precies 50 jaar geleden dat de bijaard in de toren van de Sint Maartenskerk met een feestelijk concert in gebruik werd genomen. Op zaterdagmiddag 6 september werd het 50-jarig jubileum gevierd. De onlangs opgerichte stichting Bijaard Tiel organiseerde in samenwerking met de gemeente Tiel en de stichting Jan Nieuwenhuizen een feestelijk lustrumprogramma in en om de Maartenskerk. Al in de 16e eeuw klonk vanuit de Sint Maartenstoren een indrukwekkend geluid over Tiel. De 10 klokken werden door de bijaardmeester bij allerlei gelegenheden tot klinken gebracht. Door verkoop en beschadiging rest ons slechts 1 historische klok op dit moment. De Salvator, die nog regelmatig wordt geluid. Er zitten hier 8 hangen, dus 8 grootste. En een verdieping hoog hangen dus nog 39 klokken. En samen maakt een carillon van 47 klokken. In 1964 werd een carillon van 47 klokken geïnstalleerd als bekroning van de wederopbouw van stad en kerk na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Stadsbijaardier Wim Ruitenbeek speelde niet alleen solo op 6 september, maar ook samen. Dit keer met het koor Elstars Muziektheater onder leiding van Hans van Bergen. Het concert omvatte onder andere een medley uit de musical The Phantom of the Opera. De bijaardier van Tiel is in dienst van de gemeente. Na Jan van Alphen en Ruus Tolke is Wim Ruitenbeek sinds 2007 de derde stadsbijaardier van Tiel. Mijn naam is Johan Goossen en als voorzitter van de stichting Bijaard Tiel heet ik u allen van harte welkom bij dit 50-jarig jubileum van het carillon in Tiel. Dit carillon zou er in 1964 niet gekomen zijn zonder de bijdrage van heel veel sponsors. 50 jaar na dato een jubileumconcert organiseren voor en met het carillon is een hele uitdaging. Als jonge stichting hebben we die graag aangenomen. Maar als bestuur lukt dat niet alleen. We zijn dan ook heel blij met Wim Ruitenbeek als stadsbijaardier en vaste bespeler van dit prachtige instrument. En we gaan er nu luisteren naar de combi van de Elstars hier beneden met Hans van Bergen als dirigent en Paco van der Linden achter de piano en Wim Ruitenbeek boven op de bok. Ik wens u veel plezier met het concert van de Elstars. Speaks my name.